Hey, hoe verwerk je nou leer, nepleer, zweren? Ik heb hier imitatieleer en daar wil ik een patroon op krijgen. Maar hoe doe je dat? Ik heb hier een rok gemaakt en die bestaat uit verschillende banen. En hoe krijg je het patroon nou op het imitatieleer? Omdat het uit allemaal banen bestaat, heb ik natuurlijk de cijfers van de banen heb ik op het patroon gezet. En dan leg je hem op het leer. En omdat je dus niet kan spelden op het imitatieleer, hou je hem gewoon goed vast. Je legt hem recht neer, recht van draad. En dan ga je met een schoolkrijtje het patroon op deze stof tekenen. Ik zal even kijken of ik hem ietsjes dichterbij kan halen. Als ik hem aan het tekenen ben. Dus hier is de recht van draad lijn of de zelfkant. Hier is de pijl op mijn stof. Die moet gelijk lopen aan de zelfkant of de recht van draadlijn. En dan ga je ongeveer een halve centimeter of zoiets ernaast tekenen. Dus ik heb hier even een liniaal. Iets dichterbij, want omdat een krijtje nogal moeilijk tekent. En dan gaan we deze lijn volgen. Tot boven aan toe. Af en toe moet je er soms twee keer overheen met het krijt. Omdat het niet helemaal meteen pakt. Zoals een pen of een potlood. Zo. Iets naar boven toe. Hier ook weer een halve centimeter ongeveer. Hier zit een ronding in, dan gaan we hem rondmaken. En hier ook weer een halve centimeter. Zo, en dan gaan we deze lijn weer volgen. Tot naar beneden toe. Ietsjes verder leggen, want het krijtje is heel dik. Dus moet je zorgen dat je op dezelfde lijn zit als waar je net geëindigd bent. En dan, deze loopt ook schuin, dus zo. Nou komt er een zoom in van 4 centimeter. Dus die teken je af. Dus je tekent een 4 centimeter langer. En deze trek je weer naar beneden. Nou zit er een zaklijn aangegeven hier. Die loopt hier dan rond. Nou, wat doe je dan? Dan vouw je eerst de bovenkant en dan zie je hier de zaklijn. Die ga je met het krijtje volgen. Dan klap je die terug. Dan vouw je deze dubbel. Tot aan de zaklijn. Hier zit die. En die volg je ook weer. Nu goed kijken, want hij loopt rond. Dus dan ga ik het onderkantje rondom vouwen. En die ga je, die ronding zet je weer vast met krijt. Dus nu staat mijn zak, waar de zak moet komen straks als de panden aan elkaar zitten. Die staat erop.
doe hem even zo. Ik ga hem nu knippen. Ik zal even de 4 centimeter hier nog aftekenen. Ga ik zo laten zien wat ik dan ga doen. En die knip ik uit. Je kan hem natuurlijk ook met een rolmes doen. Maar met knippen gaat het over het algemeen prima. Zorg wel dat je recht probeert te knippen. Dat er geen haaltjes aan je stof zitten, geen uitsteekseltjes. Dus zo. Elk deel van de rok moet ik 2 keer knippen. Dan heb ik dus hier de dubbele stof gelegd en nu ben ik het dus dubbel aan het uitknippen. Dus dan krijg je dit. Dit wordt de omslag van je zoom en hier komt het zakdeel. Dus als er aan het andere pand wat je dan tekent zit er nog een zakdeel en die komt dan hier. En zo leg je dan de zak erop, inclusief zoom. Dus ik moet eigenlijk deze kant hebben zo. En dan zit ik vast op de schijf. Hier. En wat ik nu ga doen, is de zoom. Ik maak natuurlijk niet een hele rok, want ik heb hier al een hele rok gemaakt. Inclusief zakken in de baan aan elkaar gestikt. Dus dan neem je textiellijm. En dan ga je precies deze rand dubbel vouwen. En met textiellijm ga je het erop lijmen. Hoeft niet zo heel dik. Maar omdat je geen spelden kunt gebruiken bij leer, zweden of imitatieleer. Omdat je dan anders gaatjes achterlaat in je materiaal, in je stof. Moet je het gaan lijmen. Ik heb er nu lijm op gedaan en dan vouw ik hem dubbel. Dit doe je dus natuurlijk aan het einde, als alle stroken aan elkaar zitten. Dan ga je dus de panden helemaal rondom lijmen, de zoom helemaal om. Lijmen. Zo. Dus hij zit nu gelijmd. En wat je dan gaat doen, laat ik in mijn volgende filmpje zien. Dus blijf kijken. Of kijk even naar mijn andere filmpje over de verwerking van leer. Dus ik hoop dat je het even opzoekt. Dan kan jij ook verder met je werkstuk. Succes!